deze video maak ik het examen af. En welk examen is het dan? Natuurkunde, NASC 1, VMBO TLGL, 2022 eerste tijdvak. We zitten ondertussen bij aanhaak. Op een buikplaat worden materialen met een kraan op de juiste plaats gebracht. Nou, hier zie je een foto daarvan. Een betonnen plaat hangt aan kabels aan de haak van een kraan. En de zwaartekracht op de plaat is 18 kilonewton, dus 18.000 newton, een kilo is 1000. Op de ijzerlagen staat een schematische afbeelding van deze situatie. Conserveer de kracht in kabel A en noteer de grootte van deze kracht na de afbeelding. Dan gaan we eens even naar de... Kijk, hier heb je dus de bijlage in beeld. Dit is dus die 18.000 newton. Daar kun je natuurlijk opmeten hoe lang dat die pijl is. En dan kun je ook uitrekenen wat de krachtenschaal is, want je weet dat deze pijl 18.000 newton is. Nou, wat ga je dan vervolgens doen? Hier staan de stippenlijnen al getekend. Wat je gaat doen is, je gaat deze stippenlijnen als het ware oppakken en die ga je hier leggen. En zo, en dan krijg je hier een snijpunt en dit is dan de kracht in A. En hier zie je dat, joh. Deze stippenlijn, die is als het ware hierheen verplaatst. Dan krijg je een snijpunt met die andere stippenlijn en de kracht in A is dan vanuit het beginpunt hier naar dat snijpunt toe. Nou, als je dat allemaal gaat netjes opmeten, dan vind je natuurlijk het, je kan deze, dit is 18.000 newton, je kan deze opmeten hoeveel centimeter die is, dan krijg je de krachtenschaal en dan vermegen met deze lengte en dan vind je de krachten hier en je kan hier zien dat dat tussen 10,1 en 11,5 kilonewton moet zijn wat je vindt. De correcte waarde is 10,8. Je ziet, het is een bepaalde masje. Omgekeerde parallelogramconstructie is dat. Goed, de plaat met een massa van 800 kilogram wordt opgetild. Daarbij neemt de zwaarte-energie met 432 kilojoule toe. Bereken de hoogte waarop de plaat is opgetild. Nou, dan moet je natuurlijk de formule hebben voor de zwaarte-energie. Dat is deze. De zwaarte-energie is massa maal G maal H. Die formule vind je in BINA 714. En die G, dat is de gravitatieconstante, gravitatieversnelling. En die is 10 meter per seconde en die vind je in tabel 1. Nou, als je alles in gaat vullen wat je weet. De zwaartenergie is 432.000 joule. Want kilo is 1000, hier staat die. Mas is 1800 kilogram. Gravitatieversnelling is 10. Nou, je neemt maar de hoogte over. Nou, de hoogte is dan 432.000 gedeeld door 1800 en gedeeld door 10. En dat blijft 24 meter zijn. Een tweede plaat met een gelijke massa wordt opgetild met een kortere kabel. Je ziet de afbeelding van het optillen van de eerste en de tweede plaat. Oké, die staan hier getekend. Zie je wel, dit was de situatie zoals die was en dit is de situatie zoals die nu is. Je ziet dat deze hoek, die hoeken worden natuurlijk allemaal anders dan. Wat is juist over de kracht bij de kabel bij het optillen van de tweede plaat? Die blijft even groot. Die wordt groter of die wordt kleiner dan het was. Nou, hier kun je net zien. Hier heb ik het, die parallelogramconstructie die bij 31 moest maken. Heb ik nog een keertje gedaan voor beide situaties. Nou, en je kan duidelijk zien dat de zwaartekracht is natuurlijk hetzelfde. Dus dat verandert op zich niet. Maar je kan duidelijk zien dat als ik de constructie ga maken, dat die bij 1 de kracht hier veel kleiner is dan bij 2. Ja, dus je ziet de kracht voor het optillen van de tweede plaat is groter dan bij de eerste plaat. B dus. Oordopjes. Dave gaat naar een concert en draagt geluiddempende oordopjes. Oké, hier zie je zo'n dopje. De oordopjes dempen het geluid met 15 decibel. Voor het geluidje wel geld, er komt een regel. Bij elke halvering van het geluid neemt het geluidsniveau met 3 decibel af. Oké, dus de geluidsterkte natuurlijk. Ja, okay. Bereken hoeveel keer Dave het geluid zachter hoort door het gebruik van de oordopjes. Nou, hier staat het. 15 decibel is dus 5 keer 3 decibel eraf. Oké. Okay. En elke keer dat je 3 decibel af gaat, is het dus halveren. Dus dat is 5 keer halveren. Dus een half, maal een half, maal een half, maal een half, maal een half. Dat is 1/32. Dus het geluid wordt 32 keer minder sterk. Het geluidsniveau dat de luidsprekers voor het podium komt, heeft een geluidsniveau van 105 decibel. Wordt in de maximale blootstelling van dit geluid, moet je natuurlijk weer de BINA's gaan gebruiken. Dat is minstens tabel 30 kun je dat vinden. En als je dat dan opzoekt, dan vind je dat 105 decibel
1 uur is. Maar dat is zonder die oordopjes. Als je die oordopjes wel gebruikt, dan gaat er dus 15 decibel af. Dus vandaar wordt het 105 min 15 is 90 decibel. En als je dat gaat opzoeken, is het 8 uur. Vandaar dus dat er twee antwoorden mogelijk zijn, zoals je hier ziet. Ja? Oké. Okay. In welke zone valt het geluid van 105 decibel? Erg stil, storend, hinderlijk, zeer hinderlijk, zeer luid, extreem luid. Dan zoek je ook in de binus opzoeken, in dit geval tabel 28. En als je daar 105 decibel op schuift, zoek dan weet je dat dat zeer luid is. Vergelijk het gedempte geluid met ongedempt geluid. Op de uitwerkbijlage staan er over twee zinnen. Geef je telkens de juiste mogelijkheid. De amplitude van het gedempte geluid is even groot, groter of kleiner dan die van het ongedempte geluid. Nou, de amplitude heeft te maken met hoe hard een geluid is. Als een geluid gedempt is, dan is het dus zachter. Heeft hij dus ook een kleinere amplitude. Dus is kleiner dan. De frequentie van een gedempte toon is even groot, groter of gelijk aan, kleiner of gelijk aan. Ja, de frequentie heeft alleen maar te maken met hoe hoog of hoe laag het geluid klinkt. Niet hoe hard, met hoe zacht of hoe hard het is. Demp heeft geen invloed op hoe hoog of hoe laag iets klinkt. Dus dat blijft gewoon hetzelfde. Dus even groot al. Dus kleiner dan en even groot als. Dat zijn de juiste antwoorden. Nou, je ziet dat ook hier staan. Gletsjer. Laatste reeks van opgaafjes. Een gletsjer maakt geluid dat niet hoorbaar is voor de mens. Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar dat geluid. Wat is de laagste frequentie die het mens toch gewoon kan aannemen? Nou, dat is een weetje, dat is 20 hertz. Het geluid van een gletsjer is opgevangen en zichtbaar gemaakt met een scherm van een oscilloscoop. Oké, welke sensor was aangesloten op een oscilloscoop? Dat moet dus een sensor zijn die dus geluidstrillingen kan omzetten naar elektrische trillingen. En dat is een microfoon. Een decimometer doet iets anders. Een luidspreker die doet tegenovergestelde van een microfoon. En een toongenerator die maakt ook zelf geluiden. Dus het is C. Het opgehangen geluid heeft een trillingstijd van 60 milliseconden. Berekenen de frequentie van het geluid. Oké, dat doe je met de formule frequentie is 1 gedeeld door de trillingstijd. Oké, dan moet je de trillingstijd even gaan bepalen. Milliseconden moet je seconden maken, moet je delen door 1000. Dus 60 gedeeld door 1000, dat is 0,060. Dus frequentie is 1 gedeeld door de trillingstijd, is 1 gedeeld door 0,060. En dat blijkt dan 17 hertz te zijn. Het geluid van de gletsjer gaat door lucht en door zeewater. Vergelijk het geluid in zeewater met het geluid in lucht. Omcirkel de juiste mogelijkheid. Nou, de snelheid van geluid in zeewater vergeleken met die in lucht is groter of kleiner dan. En het geluid legt dan dezelfde afstand aan in een langere of in een kortere tijd. Heb je de binus voor nodig? In de binus tabel 27 kun je zien dat het geluid, geluidssnelheid in water bij deze temperatuur van 20 graden Celsius, laten we daarvan uitgaan, 1480 meter per seconde is. En in zeewater is die 1510 meter per seconde. Dus het geluid in zeewater gaat sneller. De geluidssnelheid in zeewater is groter. Volgens mij wat er gebruikt wordt, ja, het geluid in zeewater is groter. Dat betekent dus dat hij dezelfde afstand in een kortere tijd zal afleggen. Goed, dat was het. Zoals je ziet maakt deze video en de vorige ook onderdeel van een heel kanaal met van alles. Als je interessant vindt kun je daar een keer kijken of er iets van je gading bij zit. En moet je examen doen, dan wens ik je veel succes met je examen. En wellicht tot ziens op dit kanaal.